opdracht ook even op papier te zien wat je moet doen. Ja, dat was dus de eerste opdracht, zeg maar. Oké, okay, ja. Dan hadden ze dus een verkeerd nummer erbij. Hè. Dus gewoon maken en kijken. Ja. Ja. Ik had het lep op gefilmd, ja, terwijl ze dingen zitten eten. Ik kan het best veel doen, maar ik denk niet. Zeker. Er is een van de Belgische chocoladeboer, die heet Roland Landuit, echt waar. En die is erin geslaagd om een singeltje van chocolade te maken. En dat singeltje, dat kan ook echt worden afgespeeld. Dus eigenlijk kun jij nu al chocolade van maken. Je weet natuurlijk al wat de bedoeling is. Het singeltje moet hierheen komen. Het is een liedje van Elvis Presley, It's Now or Never. En ik wil hem hier wel even draaien, gewoon op Den Pickup. Alleen maar hij komt uit Knokke, hè? Dus het is nogal een eind weg. Dus je mag hem ook regelen voor morgen. Als we morgen het fysieke ding maar hebben, ja. Ja, dan zou het wel. Dan kun je weer naar huis nu, het is ook niet leuk. Dus toen bedachten wij, het gaat toch om iets Now or Never. En chocolade is het dan misschien ook wel leuk, want je hebt toch ook friends bij je. En die heb je toch ook niet voor niks alleen maar als bankdecoratie meegenomen. Dus dat kunnen ze ook eens iets doen. Wij willen graag het refrein van It's Now or Never in chocoladeletters hier hebben. Oh, okay. It's now or never, come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late, it's now or never, my love won't wait. Dat is alles. So. In chocoladeletters. In chocoladeletters. Fantasie komt hier nu op papiertje binnen, smeer je in met chocolade en zing het. En dat doe ik dan weer niet, dat is dan weer van de jongen. Net getrouwd en een kind, schande jongen. Waar staan die? Hier volgen op links. Dankjewel. Ja, die hebben we al klaar. Die heb ik hier niet afgesneden, namelijk. 14 keer? Ja, een beetje rekenen. Oké. Hilarisch. Hilarisch. Ja. Ja. Veel kinderen hebben wij. Ook van Natasha voor een nummer, maar waanzinnig. Dus jij durfde gisteren gewoon in Amsterdam in te gaan en zeggen, kom met illegale paddo's. Klopt, dat was maar één zwart op mijn kopjes houden. Ja? Nou, als die het openbaar gewoon tegen je zei, alsjeblieft. Ja, hier. Ja. Ja. Nou, we hebben ze inmiddels even doorgegeven aan iemand die er misschien wat mee kan. En dat is de legendarische Lonnie. Woe! Lonnie! Goedemiddag. Hey. Goedemiddag. Nou, voordat het te laat is, voordat het helemaal niet meer verkrijgbaar zijn, ik dacht, de laatste kans voor mij om met paddo's te kopen. Ja, ja. Hallo, dag mensen. Verrassing. Alles. Hallo. Hallo. Ja, ik denk, het gaat even kloppen, maar we hebben een verrassing voor Giel of zo. Of iemand die zin heeft in een heerlijke paddenstoelensalade. Lonnie? Ja, paddenstoelensalade. Leg uit, wat zit erin? Ik ben heel mild vandaag. Ik heb dus gemengd gewoon met een andere soort mushroom. Oh. En er zit ook wat, laat zo zeggen, het is een Thaise paddo salade. Ik heb nog nooit paddo gebruikt, moet ik zeggen. Niet hoor. Oh ja, maar het zijn ze gewoon pigoor eten. Ja? Ja. Het is wel pittig, hè? No. Maar ga ik echt trippen straks, ik moet echt nog dingen doen. Je denkt al, hoe smaakt die? Ja, serieus. Maar ik vind het echt niet lekker. Vind je die lekker? Ja, dat komt nog wel niet. Sander nog een beetje? Moet een leuke meegeven volgende week. Ja, iets van de acid rape of zo. Mars. Sander, wat? Nee, ik pijs er niet over, echt niet. Nee. Vroeger je hebt toch eens met BNN, Jong Wild en zo? Maar ik lust gewoon het eten van Lonnie niet. Nou ja.